geschiedenis zit vol sappige verhalen over glorietijden, moord en doodslag. Maar dit verhaal slaat alles. Het machtige Utrecht stort ineen na een van de bekendste moorden in de afgelopen 1000 jaar. De moord op graaf Floris V. De andere hoofdpersoon in dit verhaal is een Utrechtse edelman, Gijsbrecht van Amstel. De kaart van Utrecht. Ooit afgevraagd waarom we zo'n rare inham hebben, die dus bij Noord-Holland hoort, maar niet bij Utrecht. En bijvoorbeeld het Muiderslot ligt in Noord-Holland, maar niet in Utrecht. Nou, ooit was dat wel zo. Toen had je het bisdom van Utrecht. En dat reikte zelfs zo ver dat Amsterdam ook in Utrecht lag. Stel je eens voor dat dit nu nog steeds van Utrecht zou zijn. De heren van Amstel is een bekende naam. Ze zijn een belangrijke familie die al generaties lang onder meer Noordwest-Utrecht bezitten. En ze hebben die gebieden zo goed onder controle dat ze onafhankelijk zijn van hun baas, de bisschop van Utrecht. Eén van die heren van Amstel was Gijsbrecht van Amstel. En Gijsbrecht is dus heel erg machtig in zijn Noordwest-Utrecht. Zelfs zo dat er een soort mini-staatje is in het grensgebied van Holland en Utrecht. En dat mini-staatje is zeer lucratief. Schepen varen vanaf de Zuiderzee de Vecht op richting Utrecht, waarbij er in Muiden flink tol betaald moet worden. Aan de andere kant van de grens is niet de bisschop van Utrecht, maar graaf Floris V aan de macht. Floris is pas anderhalf als zijn vader vermoord wordt en hij graaf van Holland wordt. Een clubje hoge edellieden regeert in zijn plaats. En belangrijkste van die edellieden is onze Gijsbrecht van Amstel. Hij beheert namens Floris ook nog eens grote stukken van Holland. De machtige Gijsbrecht heeft dus in beide provincies een flinke vinger in de pap. Utrecht is in de 13e eeuw de grootste en machtigste stad van de Lage Landen. In die tijd wordt bijvoorbeeld ook begonnen met de bouw van de Dom, nu nog steeds het hoogste punt van de stad. En de bisschop is een machtige man, leeft op grote voet, maar maakt ook veel schulden. Dat maakt hem afhankelijk van Gijsbrecht, die daardoor weer lekker zijn eigen gang kan gaan. Inmiddels is Floris ouder geworden. Hij trouwt en krijgt een zoon. Gijsbrecht komt nog wel bij hem op bezoek. Maar Floris vindt dat Gijsbrecht eens wat meer moet dimmen. Hij ontwikkelt zich tot een meesterstrateeg die continu bezig is zijn gebieden uit te breiden en zijn edelen onder de duim te houden. En hij richt zijn pijlen ook steeds meer op Gijsbrecht met zijn lucratieve landerijen in het noordwesten. Ook internationaal breekt Floris door en hij wordt steeds machtiger. Dus de Engelse koning probeert hem aan zijn zijde te krijgen. Het plan is om de zoon van Floris te laten trouwen met de dochter van de Engelse koning. Er is dus onderling een enorme machtsstrijd gaande. Gijsbrecht voelt zich zo rijk en machtig dat hij zijn eigen heer, de bisschop van Utrecht, aanvalt. De bisschop weet niet wat hij moet doen en besluit de hulp van Floris in te roepen. Floris helpt de bisschop en verslaat Gijsbrecht. Hij weet zo'n grote invloed in Utrecht te krijgen. Sterker nog, hij wordt in feite de baas. De conflicten lopen zo hoog op dat Floris zijn oude raadsheer Gijsbrecht 5 jaar in de gevangenis gooit en hem een boete laat betalen van 2000 pond. Dat zou nu neerkomen op tienduizenden euro's. Als Gijsbrecht uit de gevangenis komt, dan is hij verbitterd. Hij is zijn vroegere macht kwijt en Floris heeft alle landerijen ingepikt.
dan neemt het verhaal een onverwachte wending. Floris die sluit een pact met de Fransen en de Engelse koning is not amused. Woedend dus. Hij biedt Gijsbrecht een flink bedrag om samen met een aantal edelen Floris naar Engeland te ontvoeren. We nemen hem gevangen naar de Valken. Precies, mooi. En dan verscheept hem naar Engeland. De oude Gijsbrecht ruikt zijn kans. Dit is dé gelegenheid om zijn oude macht weer te herstellen. In het diepste geheim wordt de ontvoering voorbereid. Pak Floris tijdens het valkenjacht. Als je op een katerijnenconvent is, daar nemen we het grazen. We nemen hem gevangen. We nemen hem gevangen. Een paar maanden later, in de zomer van 1296, komt Floris op bezoek in Utrecht bij de bisschop om wat zaken af te handelen. En Gijsbrecht is er ook, met een stel andere edelen. En hij logeerde met zijn gevolg in het Katerijnenklooster op het Katerijnenveld. En dat was hier, waar nu nog het muziekcentrum Vredenburg staat. Op een zaterdag, na een uitgebreide lunch en een middagdutje, haalt Gijsbrecht de graaf over om mee te gaan op valkenjacht. Dus ze rijden door de Katerijnenpoort de stad uit naar deze plek, wat nu Lage Weide is. Maar van jagen komt weinig terecht. Het begint allemaal heel gemoedelijk. Maar als de eerste valk de lucht ingaat, op zoek naar zijn prooi, komen Gijsbrecht en de edelen in actie. Ze pakken zijn paard en dreigen verbaasde Floris zijn hoofd in te slaan. Floris geeft zich over. Floris die wordt vastgezet op het Muiderslot, de burcht die hij zelf heeft laten bouwen en die Gijsbrecht in beheer heeft. Hier in deze kamer, in zijn eigen burcht dus, wordt Floris gevangen gehouden. En de samenzweerders die zijn van plan om hem naar Engeland te brengen, zodra ze de vluchtroute en de schepen hebben geregeld. Maar ja, dat loopt allemaal net even wat anders. Floris is geliefd bij de boeren in de omgeving. Als ze horen dat hij gevangen zit, omsingelen de boeren het Muiderslot. De samenzweerders zitten als ratten in de val. Ze besluiten tot een uitbraak, 4 dagen na de ontvoering. Maar niet ver van het slot stuiten ze op een groep boeren. En daar gaat het mis, want de samenzweerders raken in paniek. Deze tegel, net buiten Muidenberg, het jaartal staat erop, 1296. Hier is het gebeurd, de moord op Floris de Vijfde. Een moord die grote gevolgen had voor de provincie Utrecht. Floris is dood. 22 messteken. De moordenaars worden gezocht. Gijsbrecht vlucht in paniek naar Brabant. Het is bekend dat hij betrokken is bij de moord. Zijn geld en goederen worden ingenomen. Het zal vast niet zijn bedoeling zijn geweest om Floris te laten vermoorden. Maar de Engelse koning zal ook blij zijn geweest. Want de zoon van Floris die wordt graaf en die trouwt met de Engelse prinses. En die zoon, Jan, vindt dat hij na de moord op zijn vader recht heeft op al het land van Gijsbrecht. Het noordelijk deel van de Vechtstreek, Muiden, Amstelland, het Gooi en ook het land van Woerden. Alles wordt nu in beslag genomen door de nieuwe graaf van Holland. Gijsbrecht ziet zijn Utrechtse landerijen nooit meer terug. En sterft 5 jaar later in ballingschap. Sinds die tijd is onze provincie dus een stuk kleiner en hebben we die gekke Inham op de kaart. En dat is nooit meer teruggedraaid. En dat allemaal na de moord op Floris de Vijfde. Dus Amsterdam is geen Utrechtse stad meer en het Muiderslot staat niet meer in onze provincie.
Volgende week in het verleden van Utrecht. De schilder en de storm.